Goedemiddag, mijn naam is Jos Afrank. Ik heb bewijs van de lineaire transformatie van i-accent en i-doelaccent afleiding, tweede afgeleide bewijs. Hier zijn die gegeven, eerste afgeleide transformatie hier enzovoort. We gaan het even bewijzen. Dus we gaan berekenen, ja, de Laplace van de eerste afgeleide, ja, is dan gewoon de integraal van 0 tot oneindig van i-accent van t, ja, maal e tot macht min ts dt. Nu, we gaan hiervoor accent dt schrijven als i d i dt, dus van 0 oneindig e min ts d i t. Ja. Dan kun je partieel integratie toepassen. Ja. Dan krijg je dus eerst het product van de twee vergelijkingen, i t maal e min ts tussen de grenzen oneindig en 0, en dan min het integraal van i t d van e d van e te macht min ts. Ja, van 0 tot oneindig. Nu eerst gaan we een beetje verder werken. Ik ga hem voorlopig staan. Dus i, t, e, min, t, s, dus grenzen 0, oneindig en 0. Hier krijg je min. Die min s brengen we naar buiten. Ja? Dan krijg je dus min plus s, de graal van 0, van i, t, t, e, min, t, s, t, t, 0, oneindig. Nu je merkt hier dat deze term hier, dat is uw oorspronkelijke Laplace-transformatie van i, t, s, dat is dus i van s. Ja, uw Laplace van functie i. Hier staat s voorgeschreven. Hier krijg je, als je oneindig voelt, e tot macht min oneindig wordt 0. Dan krijg je dus gewoon i maal 0 wordt gewoon 0. Ja. Ja. En de tweede formule gaan we i invullen. Dan krijg je i 0 maal e tot de macht 0 is min e tot de macht 0. In feite krijg je hier, als je uitwerkt, s maal e tot de macht s min i 0. Dus s maal Laplace-transformatie van i min i 0. Dat is nu Laplace-transformatie van de afgeleide van de functie. Het eerste deelte. Ja. Dus tweede, dat hebben ze juist weten. Nu gaan we het tweede berekenen. De Laplace-transformatie van de tweede afgeleide van t is gewoon in de formule voor de eerste afgeleide uw i vervangt door i-accent. Dan krijg je hier s, i-accent van s, min i-accent van 0. Ja. Nu i-accent dan juist berekend, staat er geschreven. Dat is dus s, dit is dus die formule daar, dus s maal s, s min i 0 tussen haakjes, min i accent 0. Het uitwerking krijg je inderdaad s kwadraat s min s i 0 min i accent 0. Ja, je uitwerking krijg je gewoon die formule. Ja, je kunt ook de derde gaan afrekenen, de derde. Gaan we hier niet toe, maar gewoon invullen en krijg je daar die formule. Dat is dus bewijs van de Laplace-transformatie van i-accent en i-dubbelaccent. Dankjewel, bye bye.